Rianne Marcus, van harte gefeliciteerd. Vooraf had je gezegd, we willen aanvallend koersen. Dus toen het ging regenen, dacht jij... Ja, aanvallen maar. Ja, nee, boven op paardenveld de laatste klim wilde ik graag nog wat proberen. En eigenlijk zat ik heel lang ingesloten, dus ik baalde. Want ik dacht, oeh, het wordt te kort voor mij. En toen kreeg ik toch de ruimte en kon ik nog gaan. En toen reed ik heel lang alleen. Met het peloton heel dicht achter me, maar op het laatst gelukkig wel nog weg kunnen blijven. Ja, want het gat was eerst 2-3 seconden. Ze zaten echt niet ver achter je. Wanneer had je door, dit kan eigenlijk wel gaan lukken? Nou, ik moet zeggen dat de regen denk ik wel echt heeft geholpen. Dus daar was ik wel redelijk blij mee eigenlijk. Ze zaten echt heel lang dicht achter me. Maar ik wist ook wel dat je in die bocht in je eentje best wel wat voordeel hebt in deze omstandigheden. Dus ik ben gewoon maar blijven gaan en ik dacht, ik zie wel waar het schip strandt. Je zegt, de regen heeft wel geholpen. Denk je dat het zonder de regen wel een massasprint was geworden hier? Ik denk dat het dan wel makkelijker te organiseren is, ja zeker. Je vorm, die is top, dat blijkt me weer. Ja, zeker. Ja. Mijn vader die stuurde vanmorgen een berichtje van... deze heeft de familie Marcus nog niet gewonnen. Dus papa, deze. Gefeliciteerd. Dank je. Ja.